Klich is vrij. Pluim kiest voor deze bal richting Avdic. Hier mag het door. Ja, Gravenbeek. En de kans, Avdic. Dat is dan de eerste mogelijkheid in deze wedstrijd. Niet lekker voor de Leeuw. Klich. Heeft wat in zijn mars. Matthäus Klich. En de redding van Bizot. Nou, Pek Zwolle wordt sterker. Hier komt de kans aan voor Zeefuik. Zeefuik neemt de bal niet lekker mee en dan zit Broersen ertussen. Een terugspeelbal is dit natuurlijk niet. Maar dat is wel het gevaarlijkste moment van FC Groningen tot nu toe. Burnett. Aardige bal richting Zeefuik. Steun is onderweg. Zeefuik nog altijd zelf. Kierm. Maar dan is die paas niet goed. Die voorzet niet goed. Dan Andras Kierm. Dat geldt trouwens ook voor het uitverdedigen bij Pek. Dus kan Groningen weer. Lindgren. Bal schiet door. Zeefuik. En de redding van de Leeuw. Wat een kans zeg voor Gennaro Zeefuik. Overtreding gezien van Klich. Zeefuik meteen weer gezocht en gevonden. Nog een Zeefuik. Ah, laat zich zien. Zeefuik, sterk hier. In duel met Broersen. Kierum ligt op snelheid. Dat is niet meer te belopen. Vel voor Latsman. Kierum. Redding is zeer noodzakelijk van Boer. Schot van Lindgren nog. Zo wordt het leuker in de tweede helft. Van Dijk en Kwakman zijn weer mee naar voren voor deze hoekschop. De Leeuw verlengt. Hier is Kwakman. En daar is de volgende grote kans voor FC Groningen om op voorsprong te komen. Lindgren. Ja, goed schot. Moeite voor Boer. De Leeuw, stijlvol. En weer de redding van Diederik Boer. Die voor FC Groningen vanavond nog niet te passeren is. De kansen in de tweede helft zijn voor FC Groningen. Narsing. Slot, Narsing. Narsing in de korte hoek. Het was eigenlijk het eerste gevaar in de tweede helft van Pek Zwolle. Dat schot van Narsing. Paas is goed van Klich. Avdic met de kans. Ah, de bal niet volgeraakt door de spits van Pek Zwolle. Aardige mogelijkheid toch nog voor de ploeg van Art Langeler. Bakuna moest die bal nog binnenhouden inderdaad. De ingooi nu nog voor Groningen. Laatste minuut van de wedstrijd. Hier valt hij goed en daar zit er nog in ook. Groningen gaat de wedstrijd winnen. Dankzij het doelpunt van Michael de Leeuw. Zijn eerste goal sinds 2 december. En of het verdiend is kun je je afvragen. Maar de 3 punten blijven vanavond in Groningen. Groningen wint dankzij dat fortuinlijke doelpunt van Michael de Leeuw. Feest bij de supporters van FC Groningen. Dat een hele matige wedstrijd dan toch wint.